voorzitter van de activiteitenvereniging 75, Gerold Keizer. Gerold Keizer, van harte welkom op de jaarbeurs. Ja, welkom René. Activiteitenvereniging 75, jaarbeurs van het Noorden en eigenlijk vereniging van volksmaken. Drie gangmakers wat de Rode Markt betreft. Kun je daar eens wat over vertellen? Nou, gangmakers wat de Rode Markt betreft weet ik niet, René. Met AV zijn wij niet heel erg betrokken bij de Rode Markt. Maar tijdens de parade, de Rode Marktparade op de zaterdag, proberen wij als vereniging toch de gezelligheid in de parade te brengen. En volgens mij lukt dat ons altijd aardig. Met veel muziek, veel entertainment en een wagen die er vaak uitspringt. En op die manier proberen wij onze bijdrage te leveren aan de Rode Marktparade en ook aan de Rode Markt. Want verder doen wij eigenlijk niet heel veel tijdens de Rode Markt. Wij zien toch dat na de beroemde korte baandraverij jullie toch met een aantal mensen actief zijn om de mensen te ondersteunen met hand- en spandiensten, bijvoorbeeld bij het verwijderen van hekken. Dat klopt, dat is een kleinigheidje die erbij komt. Volksvermaken helpen wij met een aantal kleine dingetjes, zoals het opruimen inderdaad van hekken, vlaggen, vlaggenmasten. Dat wil zeggen, dat is niet alleen tijdens de Rode Markt, maar gedurende het hele jaar tijdens een activiteit van volksvermaken. En dat is een kleinigheidje waar we een kleine vergoeding voor krijgen. En is eigenlijk al sinds jaar en dag binnen de AV een terugkomend iets. Dit jaar maar liefst de originaliteitsprijs qua de Rode Marktparade 2012. Hoe is die op prijs ontvangen? Uiteraard wordt elke prijs met veel gejuich ontvangen. Zo ook dit jaar. De laatste paar jaren hebben we geen prijzen mogen ontvangen tijdens de parade. Wij doen in principe mee, heb ik net ook al gezegd, voor de gezelligheid. En voor de sfeer in de parade. Maar zo'n prijs is toch een extra impuls. En misschien voor volgend jaar nog weer een extra stimulans om toch nog weer door te zetten en door te gaan met die Rode Marktparade. Het blijkt namelijk elk jaar weer dat het heel lastig is om mensen te krijgen. En deze prijs geeft dan wel een extra boost. En wij hopen dat wij daardoor volgend jaar weer paraat staan wat dat betreft. AV 75, ontstaan in het bouwjaar 75. Wat is dat precies voor de vereniging? Het is een jongerenvereniging die elke maand een activiteit organiseert. Voor jongeren en door jongeren zou ik eigenlijk zeggen. En vanaf 18 jaar ben je welkom. Tot plus minus een jaar of 30. En maandelijks proberen we zo veel mogelijk jongeren naar een activiteit te krijgen. En dat zijn allemaal verschillende activiteiten. Hoe kunnen deze mensen zich opgeven? Deze mensen kunnen in principe lid worden via de site van de activiteitenvereniging. Kunnen als introducé mee worden genomen door een vriend of vriendin bijvoorbeeld. En tijdens een activiteit lid worden. Of heel simpel een e-mail sturen. En misschien nog vrij simpeler een bestuurslid aanspreken. En, even de gegevens opschrijven, dan is het geregeld. Rode Markt nadert haar einde. Hoe is de Rode Markt bevallen, heer Keizer? De Rode Markt is voor mij goed bevallen. Ik moest wel elke dag aan het werk, persoonlijk. Maar het begon met name goed natuurlijk tijdens de Rode Markt parade. En die prijs hebben we toch meegenomen denk ik, met de hele vereniging, of tenminste de bouwers. Door de hele Rode Markt heen. Het is eigenlijk onderwerp van gesprek geworden. En heel fijn dat we dus die prijs hebben gewonnen. En op die manier zijn we de Rode Markt vrolijk en fluitend en gezellig doorgekomen. Dankjewel. Graag gedaan.